Enkele uren later zijn op de plaats van het ongeluk alleen nog wat krijtstrepen te zien van het onderzoek naar de toedracht. Het verkeer lijkt hier goed geregeld. Een stoplicht, een oversteekplaats en een fietspad moeten zorgen voor de veiligheid. De rest van het kruispunt is al jaren een doorn in het oog voor de omwonenden. Wij hebben dus een bus die over de brug heen reist richting stad. We hebben dus lijn 11 die dus zonder tingelen dikwijls hier het kruispunt passeert. Mensen die moeten hier, vooral van buiten de stad, die weten niet hoe dat het kruispunt werkt. Die gaan hier naar rechts en dan komt de tram eraan. Zij mogen rijden, kijk zoals nu. Voetgangers mogen oversteken, je ziet het duidelijk. En de tram mag rijden. Dat is allemaal levensgevaarlijk. Vooral voor kinderen. Kinderen zien dat niet. Die hebben daar geen besef toe. En mensen van buiten de stad ook niet. Het is een onveilig kruispunt. Een van de oorzaken van het onoverzichtelijke kruispunt is het weghalen van een fietsoversteekplaats op de Groothertoginnenlaan, die ongeveer 15 meter voor het kruispunt lag. Nu steken die fietsers ook op het kruispunt over. Wij zijn een bezwaarschriftactie hebben we opgezet. 60 mensen hebben daaraan meegedaan en officieel bezwaar aangetekend. We zijn toen op het gemeentehuis geweest, er werd best naar ons geluisterd. Maar ja, de plannen waren allemaal al rond en het werd toch van tafel geveegd. En er werd gezegd, ja, het is niet prettig voor de auto's die komen aanrijden. Die moeten weven van 2 naar 1 baan en die moeten opletten. En die fietsers die oversteken, dat is gevaarlijk. Maar ja, volgens mij kijkt een fietser gewoon zelf of die over kan. Dat is, al die 40 jaar is dat zo gegaan toen wij hier woonden. En nu kan het niet meer, dus wordt er veel meer tegen het verkeer ingefietst. De gemeente vindt dat de Groothertoginnenlaan door de ingreep wel veiliger is geworden en heeft toegezegd dat ook de Conradkade binnenkort veiliger wordt gemaakt.